Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Madelisa en ik ga jullie meenemen door mijn weekboodschappen van deze week. Het is de week voordat de kinderen met zomervakantie gaan. Dus ik heb niet zo heel erg veel schoolspulletjes. Desalniettemin was het €115,68. En het had vooral te maken met het feit dat ik weer wil gaan beginnen met meal preppen. Het is gewoon dat ik het zelf makkelijker vind als ik gewoon kant-en-klaar weet wat ik iedere dag mag eten. En ik kan het gewoon pakken in plaats van dat ik iedere avond van alles moet bereiden. Dus ik heb een aantal receptjes bedacht die ik ga klaarmaken. Ik heb van die meal prep containers en mason jar glazen. Dus het gaat helemaal goed komen. De boodschappen daarvoor delen het dus nu ook. Dus de indeling is iets anders. Ik heb gewoon avondeten, de meal prep spullen en het groente en fruit enzovoorts. Wat we gewoon hebben. We hebben zelf een stuk minder snacks ook in huis omdat we niet zo heel erg veel meer nodig hebben qua koekjes en snoepjes en zo. Want ze gaan niet meer naar school. En dan denk je, ja, maar thuis toch wel. Maar thuis is het makkelijk om ze alleen maar fruit te geven. Of een gewoon koeket, koekrol of zo. In plaats van al die losse zakjes en dat je het iedere keer wil afwisselen. Plus dat ik daar vorige keer heel veel heb ingeslagen. Vanwege dat het een reclame was van de Lu en van de Liga's. Dus dat, mocht je overigens afvragen wat alle herrie op de achtergrond is. Ze zijn nog steeds bezig met ons huis. Dus sorry, dit is het. Zoals altijd wil ik jullie vragen om deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk dit keer ook echt eventjes in de linkjes beneden, want dan laat ik niet alleen zien wat we per dag gaan eten, maar ook welke receptjes ik ga meal preppen en leg ik ook uit wanneer die van toepassing zijn. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Ondanks alles ligt mijn aanrechtje toch wel redelijk vol. We gaan gewoon beginnen met het avondeten. Vanavond eten we dus kipsnitzels. Die liggen nog in mijn vriezer. Want door het hele meal prep verhaal heb ik ook mijn vriezer helemaal uitgeschreven. En gekeken wat er allemaal in lag. En ook ruimte gemaakt daarin. En ik heb nog heel veel kaasnitzels. En ik heb nog opbakaardappeltjes erbij gekocht. En spersiebonen. Kunnen we dat vanavond lekker eten. Morgen eten we nachos. Ik heb hem gehakt. Doritos dan. Paprikaatje, één daarvan. Daar gaat ook gaste kaas overheen. En crème fraîche. Dan eten we donderdag pannenkoeken, die lagen ook nog in mijn vriezer, dus die hoef ik er niet te doen. Waarschijnlijk eet ik dan zelf een van die meal prep maaltijden. Pannenkoeken maak je mij niet gelukkig mee. Vrijdag eten we gewoon een simpele salade met eventueel aardappelpakketjes. En ik ga dan op vrijdagmorgen Slipton halen op bij de viswinkel. Dat doe ik op de dag zelf, dat is lekkerder. Zaterdag altijd snacks en frietjes. Wordt misschien een biefstukje, want dat heb ik ook nog in de vriezer liggen. Moeten we even kijken, want de kinderen zijn er toch niet. En dan eten we zondag eten we nasi, ik heb nog witte rijst, ik heb nog nasi groenten, ik heb een knoflookje erbij gelegd, ik heb ook nog saté in de vriezer liggen en we hebben nog een zak kroephoek in de kast, dus hebben we ook helemaal genoeg. En dan zijn we alweer een hele week rond, tot aan de zomervakantie voor ons. Ik heb even voor beleg extra blok kaas en kaas voor de jongste, die kan niet zo heel erg goed tegen heel veel lactose, dus dan doen we een aantal producten daarvoor vervangen. En ik heb wat extra komkommertjes, ik heb nog meer komkommer in de koelkast liggen. Dan gaan we over op de meal prep. Dit was sowieso nog omdat ik die daar zo had. Dus dan is dit 2 voor 5 euro of zo. Dat is altijd handig voor los te hebben. We eten een keertje chili lime chicken en rice. Is een Engels recept. Wordt paprika bij. Kipfilet ligt nog in de vriezer. Hoorde iets van bruine suiker bij voor het sausje. En gewoon rijst heb ik nog, zoals ik al zei. We eten een keertje lemon roasted salmon with sweet potatoes en broccoli. Again, ik zeg we eten een keertje. Ik ga daar gewoon een aantal meal prep containers van maken. Zodat het lekker tussen de middag of als het een keer iets eten waarvan ik denk, ja, dat is me niet waard om er zoveel calorieën aan te geven. Kan ik het opwarmen. Ik ga ook, noem je dat? Mason jars maken waar je alleen maar heet water bij hoeft te doen. En dan heb je een soort van soepje. Dat is een noedelsoepje. Dus ik heb vermicelli. Ik heb spinazie, bos, uitjes, champignonjes, julienne. Again, wat je daarvan over hebt, kan ik een salade van maken of een lekker tussendoortje of iets. Dat komt helemaal goed. Ik heb deze extra, again, tussendoortje voor die kinderen, voor mezelf. Helemaal goed. En we eten een keertje, nee, we eten een keertje. Ik ga maken kipballetjes met bloemkoolrijst. Bloemkoolrijst vond ik ook nog 2 hele zakken van in mijn vriezer. Dus dat komt dan ook helemaal goed. Dus ik heb dan zeg maar 4 kip, soep, zalm en nog een keer kip. Om maaltijden van te maken. Verder heb ik weer kristalkleer, cola, mandarijnen, we hebben druiven, een heleboel aardbeien, peren, blauwe bessen,
blauwe druiven, appels, meloen, frambozen. Van deze high protein caramel pudding. Die is echt super lekker. En ze zijn, ik geloof dat het 40 gram is, want het is 20 gram per 100 volgens mij. Zet dat erop? Nee, het is 20 gram voor een heel potje. Dus nou, helemaal super. Frambozen had ik gezegd. Die mentosjes, die wilde Brooke heel graag, de gekleurde mentosjes. Dus dat is dan zeg maar nog het snoepje. Maar vorige week heb ik niet gepost, maar had ik heel veel snoep voor in de piata van het Logische Kinderfeestje. En ook koekjes en zo, dus dat is allemaal meer dan zat. Ik heb extra vershoutzakjes, want die waren bijna helemaal op. En vuilniszakken. En meer spannende dingen zijn het niet. Want ik wel nog ben vergeten te zeggen hier tussen dat ik naast die vier gerechten ook nog een snack ga maken. Van pindakaas, proteïnekoekjes. En ik heb spullen in huis om sweet potato burritos heb ik gemaakt. En chia zaad mango pudding. Dus dan kan ik een paar gerechten van alles gewoon iedere dag een beetje roleren en eten. Dan komt het helemaal goed. Dat waren dus alle boodschappen. Zoals ik al zei, staat onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Plus de linkjes naar de maaltijdrecepten die ik ga gebruiken om de meal preps klaar te maken. Zodat ik makkelijker gezondere keuzes kan maken. Bijvoorbeeld met de nachos en met de pannenkoeken weet ik niet per se of wat ik mee ga eten. Ik geef echt helemaal niks op pannenkoeken. En die kinderen wel. En ik dacht, het is wel leuk om dat op de laatste dag van school te doen. Van het jaar. En ik geef niet zo heel erg veel om nachos. En ik weet dat de rest dat wel heel erg lekker vindt. Dus ik ga even kijken of ik dan ook zo'n maaltijdreceptje even opwarm. Dat is lekker makkelijk, kan allemaal in mijn vriezer. Verder rest heb ik natuurlijk uitgelegd. De linkjes naar de chia pudding en de pindakaaskoekjes. En de sweet potato breakfast burritos. Die zal ik er in ieder geval bij zetten. Die ga ik niet meer maken, want die zijn al klaar. Dus dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat was, deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat even weten of dat jullie een meal prep video willen zien. Want dan kan ik eventueel laten zien wat ik maak en hoe ik het allemaal bewaar. En mijn mensen, jullie een heel fijn weekend en tot in de volgende video. Bedankt voor het kijken en doei!